Ja mensen, tof ik kijk naar jullie via mijn kanaal. We zijn helaas bij de 10e strategie. En dat is? De 10e strategie is... De laatste strategie, wou ik zeggen. Ah ja, inderdaad. Dus, ja, dus we zijn bijna aan het einde van de serie. Misschien kunnen we dat twee doen. En dan dat het wel beter is, of zo. Misschien kunnen we een tweede seizoen maken. Dat lijkt me ook wel een keer als idee leuk. Maar daar kunnen we eens over brainstormen. Of, we hebben toen gezegd van een Q&A. Of, we kunnen van alle... punten eraan vastkoppelen hè, en kunnen nog iets langer maken deze serie. Dat zien we dan wel. Dan leg maar uit. We zijn bij de 10e en bijna. Ja, het is eigenlijk de laatste strategie en. Leg maar. Ja, en ik wou nog heel even terugkomen op de vorige strategie. De vorige strategie was 9, hè, waarin dat we gingen kijken naar andere mensen gelukkig maken en anderen helpen door je sterktes in te zetten en interesses te gebruiken. Heb je daar iets mee kunnen doen? De afgelopen 14 dagen zelfs, Tom, want we hebben elkaar. Heb je daar iets mee kunnen doen? Ja, ik heb... want bij mij in de klas zijn een paar die... Omdat we nu vrijdag moeten... moeten we dus gaan we een leerafstand doen. Dus dan gaan we niet naar school, gaan we van hieruit. Ja, we gaan ook mee. Gaan we dus met de bus naar Geel, gaan we daar een wandelzoek toe doen. En dan... Maar dat deed dan opstap onder andere heb ik een deel van de klas geholpen. Dus een stuk van de lijn leren gebruiken. Dat heb ik gedaan. Was er ook mijn complimentjes geven? Was er ook een deel bij? Ja, dat we toen inderdaad. Dat was strategie 8. Die had je toen ook niet echt kunnen doen, denk ik. Hè? Ja, dus als het moment daar was dat ik tijd had. En ik kon bij doen wat ik heb vergeten. En de momenten waardoor het niet het beste uitkwam. Wanneer het niet uitkwam, ja, toen dacht ik aan. Ja. En heb je maar ik heb het, ondertussen heb ik het wel gedaan, ja. Lijkt me logisch, maar eigenlijk is 3 weken geleden dat we de strategie hadden gedaan. En 2 weken geleden dat we hadden gezegd dat ik het nog moest doen. Dus ik had eigenlijk 2 weken tijd gehad om het te doen, dus ik heb het gedaan. Oké, heel tof. En ik hoor u zeggen, je hebt 9 ook kunnen toepassen, ja, door de andere uur de app leren te gebruiken. Ja. Kijk, goed. Ja. Heel tof. Oké, Tom, dan komen we bij 10. En 10 is het persoonlijk projectje. Nieuwe dingen leren. Mm-hmm. Betekent dat we gaan zoeken naar iets waarvan je zegt, dat zou ik eigenlijk graag willen leren. Dat kan ik nu nog niet, maar dat zou ik eigenlijk wel graag willen leren. Ja, daar hebben we nog eens een keer over gehad, denk ik. Hè? Want toen wist ik ook totaal niet. En nu is het weer hetzelfde. Ik wil wel... Want daar ben ik wel voor, sta ik voor open om nieuwe dingen te leren. Mm-hmm. Maar wat? Er kan zoveel zijn. Als je zo kan, kan alles of niks zijn. Snap je? Ja, dus, klopt. Dus je kunt zoveel ideeën en dingen hebben, maar ook je moet het... Ja, snap je? Het moet haalbaar zijn. Ja. Ja. En moet ook een beetje... Maar dat kan inderdaad variëren van, ik wil een nieuwe taal leren, tot... Misschien. Nu dat je zegt, eerst wat je al zegt... Ik kan wel Engels straks een stukje laten zien, of je kunt het zelf zien. Maar ik heb voor de eerste keer in mijn leven een Engelse video op mijn kanaal gezet, maar dat is een stukje en dat is gebroken. En sommige woorden kende ik niet, ja, ken ik wel. Maar ik ken wel veel Engels, maar het is niet vloeiend Engels dat ik spreek. En dat wil ik ook kunnen. En dus sommige dingen moet ik letterlijk in mijn translate opzoeken. Maar ik heb een stuk wel geknipt, dat ik dan op zoek was. Maar sommige dingen moet ik zoeken hoe ik dat moet zeggen. Dus ja, dus Engels beter leren spreken lijkt me wel iets, of Frans of zo, dat is ook blijkbaar zo een chique taal. We wonen in België, dat is een deel Franstalig, dus Frans misschien later, maar eerst wil ik Engels heel goed kunnen spreken. Oké, dus dan gaan we voor Engels. Hoe zou je dat kunnen? Waar zouden we dat kunnen gaan, of hoe zou je dat kunnen gaan leren? Ja, maar er zijn apps wel dat ik weet om taal te leren en dan moet je... Elke dag woorden inspreken of zo en dan een nieuw level aan. Ja, Duolingo bedoel je dan misschien? Duolingo lijkt daar een hele goede. Hoor ik van heel veel mensen dat Duolingo wel een hele leuke manier is om een taal te leren. En dat je dan ook, ja, naarmate dat je daar meer mee bezig bent, dat je levels op geraakt. Ja, dat kan. Ja, zoiets moet het zijn dan. Ja. Dus is dat iets wat je zou gaan doen? Engels leren via Duolingo? Zou ik ook kunnen doen, ja. Ik zit toch veel bezig zijn als ik thuis ben en ik speel ook veel spelletjes. Dus als ik de spelletjes dan even een uurtje of zo geen spelletje doe, dan begin ik. Oké.
Want we gaan het inplannen, hè, Tom. Dat werkt dan het beste. Hè? Wanneer zou je dat dan kunnen doen? Ga je dat alle dagen? Ja, alle dagen eigenlijk met een half uur, denk ik. Alle dagen een half uur. Ja, tijdens het kamermoment? Dat heb ik niet. Alleen woensdag, hè. Een kamermoment. Dus, je hebt een lange douche, altijd rond 8 uur of zo. Oké, dus na het douchen een half uurtje Duolingo. Mm-hmm. Ik wil erop zetten, anders kan ik mezelf vergeten dat dan. Duolingo, zeg je? Ja. Als ik mij niet vergis, is dat zo met een groen uiltje. Ja, daar heb ik taallessen. Ja. Maar, dat is geluid van installeren. Nou, dat lijkt me ook wel grappig, gewoon van hoe de foto is, dat lijkt me ook wel grappig. En dat is wel in Nederlands zou je die teksten krijgen. Ja, ik ken het eigenlijk niet, dus ik zou het maar even snel openen als ja, maar ik hoor wel nog van andere mensen dat die daar op die manier wel hun taal aan het leren zijn. Dus, Nou, en dat wel werkt. Mm-hmm. En dat ook wel een toffe manier is om maar moet je, dan krijg je die woorden ook vaker, tot je die onthoudt en zo? Want... Ik weet het niet heel zeker, maar wat ik wel al gehoord heb, is dat je inderdaad, zolang dat je bepaalde dingen niet kunt in één level, dat dan een soort testje is of zo, denk ik. Ik weet het niet 100% zeker. Mm. Dat je dan ook niet verder kunt. Dus je blijft steken, zolang dat je iets niet kunt, blijft dat herhalen waarschijnlijk, waardoor dat je... En als je dat kan, dan kan je pas doorgaan naar de volgende. Nou, goed. Dus ja, waarschijnlijk als je de eerste dingen al vlot kunt, dan zult je rapper doorgaan en dan kom je wel op... De eerste zou zo zeggen end eigenlijk, of zo, so. En snap je van die dingen? Dat zou kunnen, hè, Tom. En dan weer eens dat liedje kan je unzuppen, de kent, ik vond het niet voor. Ken je dat niet voor, die groep? Nee. Die is er op TV te zien geweest, en op Q-Music, en weet je, ken je dat niet? Als je het aan mij laat horen misschien. Maar dat is eigenlijk, een naam is eigenlijk met 4 i's, omdat dat, ja, eigenlijk voor. Ja, een heel lange tekst. Nee? Zo is dat, zo is een titel van een... Oké. Even kort. Nou, ik heb geen copyright in mijn video, dus ik heb het heel kort. Dit. Ken je het niet? Nee. Ik ken het niet. Oké. Dat is heel vrij. Nee? Anne Paul, ja, dus dat bedoelt misschien op level 100 of zo. Dat lijkt me wel een heel moeilijk woord. Ja. Unapologetically, ja, zo schrijf je het. En die heeft op Mosquito, of Mostico is dat geplaatst, officieel. En die heeft 180.000 of 180.000 weergaven, dus. Ja, oké. Maar enfin, misschien dan inderdaad een level 100 ga je dat woord tegenkomen. En wat wil ik zeggen, unapologetically? Nee, nee. Moet ik het klinkt, ja. Nee, ik weet het niet. Ja, maar goed. Die app staat er in ieder geval op, jongens. En dan gaan we vanavond kijken we ermee starten. Goed. Dan kan je dan misschien eens even filmen en laten zien. Ja, dat lijkt wel leuk. Ja, oké. Tof project, Tom. Ja. Voilà. Kan ik die kijkers ook nog wat Engels leren misschien. Dat is ook leerrijk. Mijn video's zijn leerrijk, hè, dus kan ik ze ook nog wat leren. Goed. En als ik bij level 1000 zit... Misschien ben je dan een pro, en misschien heb ik dan de rang pro of zo, ja. Of master, of expert. Zo van die rangs zijn vaak in games, zover ik weet. En dan kan ik nog eens af en toe wat filmen. Kan ik een vlog maken dat ik die app aan het gebruiken ben. Kan ik alles wat ik ooit in het verleden in mijn video's heb gedaan, kan ik dan af en toe eens in een vlog terugbrengen. Hè. Dan zeg ik van, dit hebben we, ook 5 jaar geleden heb ik die serie gemaakt, met dat als onderwerp. Ik heb die app gebruikt en voilà, ik gebruik het nog altijd. Kan ik zo af en toe eens terug laten komen. Ja. Dus, wel uit het verleden waar ik video's van heb gemaakt, ga ik af en toe nog wel eens op aanhalen. Dus, oké. Dus, zitten we aan 10. En denk ik is het tijd om de doos te maken, hè, terug. Die ligt boven. We gaan die nu niet maken, maar... ik wou nu met jou eens even kijken van... We hadden gezegd, we gaan daar beeldnissen of woorden voor gebruiken. Mm.
Is het dan een optie dat we volgende week, of volgende keer, alles eens samenleggen en kijken welke prenten dat we voor wat gaan gebruiken, voor wat gaan we woorden gebruiken, en dan de doos bekleden? Hè? Dat was het plan, hè? Dacht het wel, ja. Oké, prima. Dus dan is dat de volgende keer de opdracht. Volgende week moet je de doos meenemen. Ja. Volgende, binnen 14 dagen. Ja, bedoel ik. Ja. Als je het niet bij hebt, zeg dan maar dat je straks terug gaan wonen. We helpen elkaar eraan denken. Hè. Dus nee, je moet de doos niet meenemen, hè? Dus ik moet jou niet helpen denken. Nee, maar ik moet er ook aan denken dat je de doos gaat bijhebben. Ja? Ja. Doos, en die gaan we bekleden. Ja. Ik zal kijken. Ik breng de laptop mee en dan kunnen we dan afbeeldingen zoeken. Dan ga je hier ook op printen. Of? En dan ga ik zelfs vragen of ik hier kan print, ook kan printen. Of ja, oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Voilà. Nooit. Nooit zo moeten doen. Nee. Misschien moeten we volgende week ook wel, volgende keer ook wel eens nadenken over hoe was dit voor jou? En dan wil ik even een extra video doen. Oké. Okay. Een special eigenlijk een beetje. Het effect ervan. En dan gaan we zo, wat ik wil doen, dat we dan zo, en dat wil je wel rond, zo tot we alle, van aflevering 1, 2, 3, zo ver, tot we daar auto kort zo op terugkomen, dat we per aflevering gaan kijken hoe dat, ja, zo was, zou ik zeggen. Ja, we gaan kijken in één special doen, en hoe dat was, van die aflevering, en wat ik eruit heb geleerd, al die dingen wil ik dan terughalen. Oké, okay, dat lijkt me een heel goed plan. Een extra special video. Oké. Okay. Ja. Nog iets wat we moeten zeggen? Nee, jij? Nee. Dus, dan wil ik jullie, als jullie tot nu toe alle afleveringen van deze serie hebben gevolgd, dan wil ik je nog bedanken. Ja, uiteraard, en dat is altijd naar teruggekomen om te kijken naar deze serie, dat wilde wel zeggen. Want er zijn wel, van gemiddeld zijn er 80 tot 90 mensen, gemiddeld en van verschillende kijkers die regelmatig video's hebben gekeken van deze serie, dat kan je allemaal zien. Ja. Dus, ja. Dus dan wil ik jullie sowieso bedanken dat jullie tot hier al hebben gekeken. Als jullie deze serie leuk vinden, iets anders. Want ik denk dat ik de enige YouTuber in heel de wereld zo ben die een serie heeft. Hè. En, ja. Geen idee, Tom. Dat zou kunnen. Ja, er zijn zoveel YouTubers en je vindt ze niet allemaal. Dus nee. Niet iedereen kent alle YouTubers. Dus ja. En dan ga ik zelfs dus uiteraard die app als die installeren zijn van jullie laten zien. En dan, ja. Dan zijn we bijna aan het einde van deze serie. Hoe was het voor jou om hier aan mee te doen? Dat wil ik wel kort over vragen. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk om dat samen met jou te doen. Mm-hmm. En te zoeken naar ja, wat past bij iedere strategie. En, mm-hmm. Ja, en om te kijken ook hoe je ermee aan de slag ging. Ook wel heel plezant. En dan, wat eigenlijk ook tegen jullie is kijken, als jullie je onzeker voelen. En dat kan wel eens, lijkt mij. En dan, want jullie hebben gemerkt, dat heb ik gewoon ingelaten en niet, natuurlijk niet eigenlijk expres. Maar dat ik sommige dingen vergat, want het is nu zelfs nog gebeurd, we zijn zelfs aan het einde van deze serie bijna. Dat ik dan sommige dingen nog eens vergat, de complimentjes geven of hier en daar. En dat wil ik wel zeggen, als jullie onzeker willen en denken jullie vergeten alles, of dat is ook niet helemaal waar. Want dat kan gebeuren dat mensen iets vergeten en daarom laat ik een stukje erin. Dat ik gewoon zeg van ik ben dat en dat vergeten om dat te doen en dat doe ik een andere keer. Maar het komt altijd goed. Daar kan ik ook op neer. Hè. Maar, soms is dat ook dan de leerschool die erin zit, Tom, is dan van hoe kan je er toch nog aan denken of wat helpt jou om de herinnering erin te zetten. Hmm. Net zozeer als dat je dan nu in je gsm dingen zet. Hè. Zijn er voor andere mensen andere strategieën? Maar dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat we daarnaar op zoek gaan. Oké, maar hoe doe je dat? Hoe pak je nu de dingen aan? En hoe blijf je daaraan denken? Hè? Ja. Wat dus is daarvoor nodig? Volledig normaal. Ook wel even een kijkje zeggen, dat het normaal is als je het vergeet. En, dat zou wel iets kleins zijn, maar dat kan van alles zijn. Hè? Maar dan komen we ook terug op de strategieroutine. Hè? Mm. Bepaalde dingen zitten gewoon nog niet in onze routine. En doordat we daar dingen voor installeren, raken we daar wel aan gewend. Hè? Nou, ik denk dat er zoal heel veel dingen zijn, hè, Tom, die jij nu in jouw dagelijkse leven hebt opgenomen, die er vroeger moeilijk in gingen. Mm-hmm. Hè? En dat, ja, zo werkt dat. Hè? Door daar even bewust mee bezig te zijn en even bewust met hulpmiddelen desnoods daaraan te werken, kraken dingen in een routine
Ja. En we gaan ook zorgen dat we de happy plannen, de strategieën en een routine bij jou gaan kunnen halen. En dat gaan we dan in de special zeggen. Ja. Zoals de volgende keer al. Dus we, de volgende keer al eerst die doos. Ja, want dan zit dat er ook al een beetje in. Hè? Oh, je wil de special nog eens afhangen. Ja, ik zie we dan wel. Bekijken we wel. Dus dan weten jullie dat. En dan zien jullie zelfs dat ik die app ga proberen. En dan al een paar woordjes ergens leer. En dan sluit ik toch wel de video af. Dus tot zelfs dan. Oké. Oké, ben ik weer. Hier zijn die. Dus de goed gevoeldoos. Dus hebben we ook nog wat dingen besproken. En we zijn bijna inderdaad aan de laatste afleveringen. Of ja, ik kom er toch tegen het einde aan. Van deze serie. Het is normaal, ik zeg het nog eens, ik heb eerder gezegd, ik hoop dat jullie toch, de vaste kijkers die deze serie toch zijn gekomen, dat jullie het toch leuk vonden. En dan gaan we dus nu, even hier, voilà. Hier is de app, hier staat een Duolingo. Nee, Lingo gewoon. Gaan we even openen, there you go. Gaan we erbij zitten. Ja. Even kijken. Ja, ik heb geen account. Ik ga even een account maken. Oké, dus dat is even mijn account. Wat wil je graag leren? Engels. Voor Nederlandstaligen. Voor Engels. moet het dan Dutch zijn? Ik denk het. Ik wil het niet. Ah, nee, dat is voor het Engels. Dus ik wil voor Nederlands stalig wil ik Engels leren. Oké, okay, verder. Oké. Okay. Wat heb je? Oh, wat een boeit nu. Maar doe me zo. Hoe goed is je Engels? Ik kan een simpele gesprek voeren. Oké, okay, we bouwen verder op. Wat? Oké, okay, waarom leer je Engels? Nou, doen we zo. Ik vraag me voor van alles wat. Bepaal je eigen leertempo. Oké, even inzetten. Ik ga het even voor jullie instellen. Dan ben ik zo weer terug, want dat wil je niet doen. Wat zou je dus hier wel instellen eigenlijk? En als je zelfs de eerste vraag krijgt, dan zal ik jullie het laten zien. Ik heb het even ingesteld, of nog iets van widgets en zo. Maar dat is weken niet. Maar dus. Ja, we gaan even testen. Ja, 10. Dat is dat. Dat weet ik ook. Oké. Okay. Dat is niet moeilijk, hè? Dat is niet moeilijk. Oké, okay, dat is nog makkelijk, hè? Oké, even zo. Dat is het. Nee. Ja, oké. Okay. Hallo. Hallo. Jan. Ik wil het harder. Oké. Okay. Ik wil af en toe een gesprek doen, dus dat is nog wel symbolisch, hè? Please. 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 Dus. Alsjeblieft, zeg maar. Tea, please.
Tea, please. Tea, please. Okay. Tea, please. Nou, ja, dat is nog simpel. Zo. Hello, Tim. Hello, Tim. Okay. Hallo, Tim. Maak hem wat moeilijker. Ze gaat het moeilijker maken. Dus. Koffie en thee. Dus. Koffie. En thee. Oei, sorry. Ja, is er goed. Koffie. Koffie. Ja, en thee. Oh, wat? Thee en koffie. Nou, dan ik wel. En koffie. Zo. Thee en koffie, alsjeblieft. Tea. En koffie, please. Zo. Koffie. Anti. Please. Oh, ik heb mijn eerste les verloren, dus wel. Laten we je helpen om je dagelijkse gewoonte op te bouwen. Oké, ik vroeg, blijkbaar heb ik nu een account gemaakt en ik heb even alles ingesteld. En je boven ook van punten, ik voel hem al verder. Dus start. Oké. Okay. Milk. Oké, we kunnen verder, maar ik heb het gemaakt, dus wat even. Want hij vroeg van alles. Dat stuk hebben jullie sowieso niet gezien, dus milk, op dat is makkelijk. Water. Water. Oké, okay, dat kan ik wel. Water. 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 Yellow. Zo. Bath. Dat gaat tot in. Yes. Nee, yes. Ah, dat is een beetje. Voila, ja. Hoppa. We hebben opgegeven, hij is blij maken. Ja, hoppa. Yes! Yes, water. Ja, water. Okay. Water or milk? Water or milk. Dat wil ik ook. Ik denk dat deze balletje boven volle standen gaan we de video afsluiten. Zoom. Coffee or water? Coffee or water? Dat is moeilijk als het niet staat. Ja, dat moet je weten eigenlijk. Hè. Coffee or water. Okay. Coffee or tea. Coffee of tea. Ik weet ook wel heel veel ik nee jongen. Zien de prei op. With milk, please. Met melk graag is het normaal. Goed. Met melk. Please, ja, graag of please, of alsjeblieft, graag of alsjeblieft, kun je vergelijken met please. En dan kun je ook weer bij het Engels kun je gewoon zeggen, of het Engels naar het Nederlands, graag, met melk graag, of alsjeblieft, dat kan ook wel hetzelfde normaal, dat ik weet. Coffee with milk. Coffee with milk. Voilà, goed bezig, we maken het nu iets moeilijker, oké, doe maar. Koffie met melk. Koffie. With milk. Hoppa. Makkie. Thee of melk. Tea. Or milk. Kan precies goed. Koffie met melk alsjeblieft. Koffie. With milk. Please. Hoppa. Voilà.
Ik heb er perfect 100 op. In 2,5, iets meer dan 2,5 minuten heb ik over gedaan. Dat is goed, hè? Oké. Dan was het dus de laatste. Dat was het. Dat was het de laatste video. Normaal. Ja, voor jou niet nog. Dit was denk ik normaal de 10e aflevering, normaal de laatste strategie. Dus de strategie hebben we nu besproken. Dat was de laatste strategie dat we nog moesten hebben. De laatste strategie die er is, zijn 10 strategieën. Wat we al beginnen van de serie hebben gezegd. Maar dat is al een half jaar geleden dat we daarmee zijn begonnen. En dus dit is de 10e strategie. En dan ga ik nu dus mee af en toe bezig. En af en toe als er een vlog aankomt, dan ga ik misschien die Duolingo nog eens bovenaan. Hoeveel we het zou doen, dat ik sommige dingen nog eens kan terugbekijken in een vlog of zo. Dat ik in het verleden of zo in een video heb gedaan of iets heb gemaakt. Of iets nieuws heb voor een video of zo. En dat ik nu die Engels leren, of Engels te leren die heb. Ja, ga ik het misschien vaker gebruiken en ga ik het af en toe in een vlog laten zien. Dus ik bedoel. Ik heb bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze video leuk vond. Ik zie je niet liken en abonneren. Maar ik kan helemaal niet eens kunnen zien. Ik hoop dat je het gebeurde van de video komt. Komt nu in beeld op. Dan ben je 81,6% hier wanneer bij je hebt een kleesbrief. Een nieuwe pro knopje maakt geen sowiesbrief dat je hier wanneer bent. Dat ik ook weer terug bij de volgende video. En dan normaal over 2 weken van mij. Maar voor jullie komt er wel ook redelijk snel online. Want er moet nog een deel online komen. Van Tom's Happy Plan. Dus ja. Er moet nog veel online komen. Voor mij, maar dan komen er nog specials aan. Er komt een special aan, misschien even terug. Nee, dat is over 2 weken voor mij. We hebben dus hier met de goed gevoel doel, dus gaan we dus aan de slag. Ja, dit beplakken, gaan we denk ik printen, zoeken, gewoon specials aan. Er komen allemaal leuke en nice dingen online van om deze serie af te ronden. Dat er binnenkort deze serie niet meer online komt. En dan zullen we uiteraard plekken voor andere series eventueel. Dat weet je wel. Nou, oké, op de leuk vond nogmaals. Laat je even meer en zie ik ook graag terug de volgende video. Tot ziens altijd. Later.